Javeen Castaneer, oefenwedstrijd speelt hij tegen Konyaspor. Verloren, Nim. Wat voor wedstrijd was dit voor jullie? We wisten niks van Konyaspor. Sowieso, dat was allereerst. En ja, ze zetten in het begin heel erg druk. We wouden graag goede resultaten halen hier. En, dus we moesten in het begin echt aftasten van hoe spelen ze nou. En toen maakte Mitchell tevreden de goede 1-0. En toen kwamen we wat losser, creëerden we iets meer kansjes en kwamen we meer aan de bal. En in de tweede helft vallen we weer weg en pakken we het daarna wel weer iets beter op. Maar dan zit je toch weer met het dubbel gevoel dat je weer een nederlaag hebt. Ja, want dat is het, de hele voorbereiding eigenlijk. De resultaten zijn er niet. Hoe frustrerend is dat? Of is dat niet zo belangrijk? Ja, tuurlijk is het frustrerend. Je wilt winnen, maar we leren hiervan. En dat is het belangrijkste. Kijk, het is nog steeds voorbereiding. Tuurlijk willen we de fans ook een overwinning meegeven naar huis. Maar het gaat uiteindelijk wat we in de competitie doen. En beter doen we dat nu, al die wedstrijden verliezen, dan dat we dat 12 augustus tegen AZ doen. Dus de trainer kan weer met ons beelden bekijken en we kunnen kijken wat we fout doen. Zodat we 12 augustus in ieder geval weten wat we moeten doen en klaarstaan. En dat we dan fris beginnen, want dan gaan de punten echt tellen. En ik heb er hoop in, we zijn op de goede weg en ik weet zeker dat het goed gaat komen. Ja, wat is het voor jou? Je bent hier een maandje geleden begonnen. Hoe bevalt het tot nu toe? Hoe zit je bij de club? Ik vind het een leuke team. Mooie club. Ik heb nu veel wedstrijden gezien, 3 gespeeld. Waar ik echt geniet van de supporters die er echt achter ons staan. En daar heb ik van genoten. En ja, Breda is gewoon warm. Het is echt club van de cultuur, club van de stad, zeg maar, laat me het zo zeggen. Ik geniet ervan, ja, het is mooi. Die supporters die hier ook vandaag weer genieten ervan dat je volle bak gaat, continu, altijd druk zet, ook op ballen die je misschien niet kan halen. Zit dat echt in jou, van ja, echt voor iedere bal gaan? Met deze trainer is het ook een moetertje, dus dan doe je het ook iets gauw, sneller. Maar ja, tuurlijk. Ik weet dat ik sterk ben en als ik vol druk zet, als een jongen zoals mij op je afkomt, dan ga je wel twijfelen, denk ik. Dus dat vind ik ook wel gewoon lekker. En je doet het ook voor het team natuurlijk. Je maakt het wat makkelijker voor de jongens om me heen. Dus dat doe ik wel vaker. Dus zeker. Nu staat er een voorhoede met 2 snelle jongens aan de buitenkant en Mitchell of Sydney dan in de spits. Wat gaat het concept worden als je die eerste maand kijkt? Vooral voorzetten geven op die jongens of hoe gaat het? Nou, ik heb echt genoten van Mika Rosoy vandaag. Hij heeft echt een goede wedstrijd gespeeld. Maar dat is ook een hele andere speler dan ik. Meer van de voorzetten natuurlijk en dat doet hij uitstekend. En ik ben meer een jong speler die met een spitsachtergrond speelt. Dus meer naar binnen gaat. Maar dat heb ik ook met Mitchell en Sydney afgesproken. Dat als ik naar binnen kom, 1-2'tjes, weer weggaan, schieten op goal, dat soort dingen, dat ben ik. Maar achter de verdediging moeten ze uitkijken. En dan zijn we meestal sneller. Dat is een waarschuwing voor de rest van het seizoen. Ja, als je nu even kijkt, je hebt die maand voorbereiding gehad. Het is nog anderhalve week, dan begint het voor het echtje. Wat kan NAC dit seizoen? Wat kunnen jullie? Ik heb al eerder aangegeven met de jongens die ik heb gezien. We hebben vandaag een keeper erbij gekregen. Een hele goeie heb ik begrepen. Ja, ik heb gezegd linker rijtje. En daar blijf ik bij. Dus dat kunnen de supporters in hun zak steken. En aan het einde van het seizoen mogen ze bij mij kijken of waarom niet. Maar ik weet zeker dat we linker rijtje gaan, voor het linker rijtje gaan. Is dat dan ook op basis van de clubs waar je al hebt gezeten? Want je hebt natuurlijk wel al ervaring. Ook vergeleken met die teams dat je dan zegt van ja, linkerrijtje moet kunnen. Want het is wel wat hoger dan afgelopen seizoen. Ja, ik denk in dit team zijn we kwalitatief wel beter dan de teams waar ik ervoor heb gespeeld. Vanuit achteruit kunnen we voetballen. Het is nu nog een beetje paniekerig en alles, maar ik weet wat die jongens kunnen. Op trainingen zijn ze er, dit is misschien nog onwennig eventjes. Maar ik denk dat we kwalitatief beter zijn dan mijn teams daarvoor. En ik heb meer hoop in dit team dan dat ik daarvoor had. Vol vertrouwen, vooral zin in dat het dan
eindelijk ja, echt gaan beginnen? Zin. Ik, van mij hoeft die wedstrijd tegen City niet. Eerlijk gezegd, gewoon AZ. Maar nee, we gaan die wedstrijd tegen City gaan we een leuke dag van maken. Open dag, dus daar gaan we een hele leuke dag van maken. Hopelijk sluiten we die af met de overwinning en dan kunnen we dan doortrekken naar AZ. Maar het mag snel komen voor mij.